Dus we hebben recent onderzoek gedaan naar het effect van free trials. Wat zijn dat? Dat zijn eigenlijk promotionele aanbiedingen waarbij consumenten gedurende korte tijd gratis gebruik kunnen maken van een dienst. En de onderneming hoopt daarmee natuurlijk de consument over de streep te krijgen om nadien een contract bij hen te tekenen. We zien dat heel vaak. Bijvoorbeeld Netflix, aanbieder van films on tv, biedt dat vaak aan. We zien dat ook bij veel softwarepakketten, waar consumenten eerst een trialperiode hebben en nadien de dienst verder gebruiken. Er zijn een paar vragen bij. Namelijk, de eerste is, wat is de logica daarachter? Waarom doen ondernemingen dat? En dat is denk ik vrij duidelijk. Consumenten zijn aanvankelijk onzeker over de kwaliteit van die nieuwe dienst en door die gratis aan te bieden, hoopt de consument, uh, hoopt de onderneming, bedoel ik, hen over de streep te trekken, want de consument kan dan ervaring opdoen met het product, wordt minder onzeker en zal daardoor sneller overgaan tot aankoop tegen betaling. Die analyses zijn al vaak gebeurd, maar wat daar nog niet echt onderzocht is, zijn de nadelige gevolgen die zulke free trials kunnen hebben. En dat vooral in een context van meer hoogtechnologische producten, waar de technologie mogelijk nog niet helemaal op punt staat. Wat is daar precies het risico? Wel, als die free trial te vroeg wordt aangeboden, gaat de consument mogelijk geconfronteerd worden met breakdowns van de service, het feit dat die nog niet optimaal functioneert. Wat zou dan het gevolg kunnen zijn dat de consument zegt: Oh. De kwaliteit is toch helemaal niet zoals ik verwacht had en afhaakt op het moment dat die zou moeten betalen, terwijl die zonder de free trial misschien veel later in het systeem was ingestapt en meteen de goede kwaliteit had ondervonden. De vraag is: wat betekent dat voor ondernemingen? In hoeverre moeten zij met dat fenomeen rekening houden bij het aanbieden van de free trials? Wij hebben dat onderzocht op grote datasets in een context waar een onderneming digitale TV aanbood, en we hebben om om dat in kaart te brengen, gebruik gemaakt van Bayesianse leermodellen, waarin consumenten verwachtingen hebben over een dienst, maar daar onzeker over zijn, en op basis van hun ervaringen die verwachtingen bijstellen en minder onzeker worden. Ze kunnen dat doen door rekening te houden met het feit dat de kwaliteit kan evolueren en ze kunnen in dat systeem ook andere consumenten beïnvloeden door word-of-mouth, door te vertellen over hun ervaringen. We hebben die analyse empirisch gedaan en wat blijkt, dat inderdaad door die free trial veel te vroeg aan te bieden, er veel minder consumenten uiteindelijk het contract tekenen en er ook nog eens negatieve spillovers zijn naar andere mogelijke gebruikers. En wat betekent dat dan concreet voor de onderneming? Dat die eigenlijk de free trial niet vroeg mag aanbieden. wat ze initieel van plan was, omdat dat gebruikers al snel kan aantrekken. maar dat ze eerder moeten wachten tot de trial al gebeurd is in de praktijk, tot het systeem al enigszins uitgetest is. En een tweede implicatie is dat de onderneming er dan voordeel bij heeft de free trial later aan te bieden, maar op een of andere manier de intensiteit van gebruik te stimuleren, zodat de consument sneller leert gedurende de trialperiode en dus ook een gunstiger beeld zal krijgen van de dienst. En dat zijn eigenlijk de implicaties die we eruit halen voor de ondernemingen. Pas het onderzoek en een breder geheel van onderzoek? Ja, het past bijvoorbeeld heel mooi in een uh, lijn van onderzoek naar dynamisch consumentengedrag aan de hand van BSEanse leermodellen gekoppeld aan gedetailleerde paneldata. Uh, nog twee voorbeeldjes. We hebben bijvoorbeeld gekeken naar hoe de prijsimago's van winkels worden gevormd in het hoofd van de consument die specifieke prijzen van categorieën ziet en zich daarmee een volledig beeld vormt. Een ander voorbeeld is dat we gekeken hebben of aan het kijken zijn naar hoe consumenten globale merken evalueren in emerging markets zoals China. En we proberen daarmee zicht te krijgen op hoe leren consumenten, hoe gedragen ze zich, wat betekent dat voor ondernemingen om hun productaanbod en marketing te optimaliseren en hoe doen consumenten daar op hun beurt weer hun voordeel mee. Dat is eigenlijk de eindbedoeling.